Yo, kijkers van Online Games, en welkom bij een hele speciale update video. Een hele goede middag. Het is natuurlijk vandaag zondagmiddag en dat betekent dat wij lekker gaan behandelen. Ik heb een speciale opnameschema gemaakt voor de laatste week, want vanaf vrijdag gaat de zomerstop van start. Dus we hebben nog een week de tijd om aan nog goed nog te gaan knallen. En daarom een speciale opnameschema. En toch wel best wel interessant. Dat sowieso wel. We gaan eens even kijken hoe wij de laatste week gaan doen. Ik zal het er even bij pakken. Nou jongens, het komt wel helemaal goed. Prima, ja. Kijk eens aan. Maandag 13 juli tot vrijdag 17 juli gaan we beginnen. Maandag 13 juli is dus al meteen morgen om 2 uur 's middags. Minecraft Survival om 4 uur. FIFA 20 Ultimate Team en om 6 uur Prison Architect. Normaal doe ik meestal een anderhalf uur ertussen. Dat heb ik nu 2 uur officieel gedaan, omdat ik de video's wel wat langer wil doen. Minecraft Survival kan makkelijk een uur duren. FIFA 20 kan ook een uur duren. Prison Architect kan ook een uur. GTA 5 eigenlijk ook wel. En Call of Duty, dat ligt er gewoon aan. Hoe de maar mee zou zijn, toch ook wel een uur. Dus dat komt sowieso goed. Ja, dus 2 uur officieel. Alles wordt in Premiere gedaan. Dus eigenlijk soort van live. Maar het is eigenlijk niet echt live, hè. Dus zeg maar eigenlijk gewoon, ja. Dat je, hoe noem je het? Dat je met elkaar kunt praten en dat... Ja, ik heb het natuurlijk al van tevoren opgenomen. Ik zal je sterker nog vertellen. Ik heb die 3 al opgenomen. Ja, maandag 13 juli 2 uur Minecraft Survival, 4 uur FIFA 20 Ultimate Team, om 6 uur Prison Architect, dan op dinsdag overmorgen, om 2 uur GTA 5, om 4 uur Call of Duty en om 6 uur weer Minecraft Survival. Dan op de woensdag, ja, op de woensdag komt er niet 3, maar er komt er 4. Ik heb er namelijk 4 lekker op de midden van de week. Lekker door 4 doen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dan beginnen we om 12 uur. 12 uur al is al op zo'n vroege tijd, vroege middag. Beginnen we met FIFA 20 Ultimate Team. 2 uur Prison Architect. Om 4 uur natuurlijk weer Call of Duty. En om 6 uur weer GTA 5. Dat gaan we op de woensdag doen. Dus dat komt helemaal goed. En op de donderdag, daarna we staan. Om 2 uur Minecraft Survival. Om 4 uur FIFA 20 Ultimate Team. En om 6 uur Prison Architect. Prison Architect is dus de laatste video voor de zomershop. Dat gaat ook voor FIFA 20. En op vrijdag. Prison Architect om 6 uur, FIFA om 4 uur, Minecraft om 2 uur. Vrijdag, de laatste dag, officieel qua game, hebben we om 2 uur staan GTA nummertje 5. En om 4 uur, Call of Duty, de laatste aflevering. En dan zit die serie erop. En we gaan dus, we sluiten dit jaar het af. Ja, dit, na het zoomen we gaan verder. Sluiten we af om 6 uur met Minecraft Survivor. Dan moet het project af zijn. Dus de project moet, die toren moet dus vrijdag helemaal af zijn. Dus we hebben eigenlijk 4 afleveringen tijd. Dus je zult ongeveer, als je maakt een uur, dus dan zul je ongeveer dat je 4 uur de tijd hebt om dat helemaal af te werken. Maar ik denk dat wij al op donderdag al een beetje af kunnen hebben. Als ik zo een beetje al kijk. Maar je weet het maar nooit. Dus ik heb er behoorlijk veel zin in. Ik heb er behoorlijk veel zin in. Morgen gaan we dus van start. Het zijn 16 video's. En dat zal zeker wel een uur duren. Kan zijn dat het soms een half uur. Want ik zelf moet ook gewoon werken. Dus dat sowieso. Maar ja. Ja, dit gaat gewoon helemaal goed komen. Ik denk wel, dit is gewoon onze normale opnameschema. Deze, kijk. Ik ga... Ho, ho, wat doe ik nu? Ho, 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 ho. Nu
fout gegaan. Ja. Deze, die ga ik eruit halen. Want die gaat weg. Kijk, dan zijn die twee vrij. Dus dat betekent dat er sowieso een nieuwe serie komt. Voor. Na de zomerstop. Voor een NVIDIA op 18 juli. Die ga ik eruit halen. Dat wordt volgens mij in augustus. Nou weet ik niet, de 15. Ja, dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog even naar gaan kijken. Wanneer dat is. Op 12 juli 2020 plannen voor laatste week speciale opnames. Maar dat is dus vandaag. Die gaat er ook helemaal uit. Hierzo staat niks bijzonders. Dus is alleen deze nog. Dus de volgende info video. Die ga ik dus. Die wat eigenlijk zaterdag zou gaan komen. Die gaat dus niet door. Dan hoor je dat pas wanneer dat de zomerstop voorbij is. Dan pas horen jullie weer wat van mij. Wanneer dat die is. Maar dit is dus de waar wij vanaf morgen gaan beginnen. Maandag. Dat is dus morgen. 13 juli, 14 juli, 15 juli, 16 juli en vrijdag 7 juli. Dus na Minecraft Survival, als die afgelopen is. Dan komen er komende 4 weken geen video's meer. Dus dit is echt de laatste. Voor de zomerstop. De laatste is Minecraft Survival. We beginnen met Minecraft Survival en we eindigen met Minecraft Survival. Dat doe ik altijd, hè. We beginnen altijd met Minecraft en we eindigen met Minecraft. Ik ga heel snel hier aan beginnen, want ik heb nog behoorlijk wat tijd nodig. Ik moet er behoorlijk wat tijd in steken, moet ik zeggen. Dus dat komt helemaal goed. Gelukkig heb ik afgelopen vrijdag vrij gehad. En gisteren natuurlijk ook heb ik al flink wat video's gemaakt. Moet ook natuurlijk. En donderdag natuurlijk. Ja, ik hoop dat jullie er behoorlijk veel zin in hebben. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Morgen om 2 uur zien wij elkaar voor mijn Minecraft Survival. Jij even weg. Dank u wel. Goed, dit was dus eigenlijk ook de laatste info video, zeg maar hoe ik het moet zeggen. Voor de na de zomerstop komt, gaan we natuurlijk weer kijken wat van nieuwe serie. Daar ga ik een beetje over nadenken. Er moet zeker over nagedacht. Misschien meer Call of Duty spel. Ik weet het nog niet. Ik weet het allemaal niet. Maar dat horen jullie na de zomerstop. Wanneer dat er een nieuwe serie. Ook wanneer dat er info video. Dan moet je mij volgen op Insta. Laagstrepen online games. Ik zou het ook in de video's nog zeggen. Daarmee moet ik nog een planning van maken. Ik heb er behoorlijk veel zin in de komende week. Ik hoop jullie ook. En dan gaan we met elkaar aftellen. Rick in de zomerstop. In ieder geval ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe het dan natuurlijk. Volg jij mij nog op Facebook, linkje in de beschrijving. Volg jij mij nog niet op Instagram, linkje in de beschrijving natuurlijk. Voor nu gaan we de komende week, hopelijk zijn jullie aan morgen om 2 uur met Minecraft Survivor er open zijn. Goed, kijk, dan ga ik die blaad. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en een hele fijne week nog, hè jongens. Mazzel!